Het is vandaag 21 november 2018. Het is volop herfst en dat zien we hier in Bergen op Zoom aan de boulevard natuurlijk ook. Er is volop blad gevallen van de bomen hier die hier staan, zijn krom gebogen van de wind. Maar het blad is eraf, maar het moet ook weg. En de gemeente Bergen op Zoom heeft daarvoor goed materiaal in huis. Wat zien we? We zien een aantal bladblazers. En we zien een tractor met een opraapapparatuur waar het blad in verdwijnt. En ja, dat gaat lekker vlot. En dat komt omdat het blad droog is. Want als je zelf al eens blad hebt geruimd in je tuin en het heeft geregend, dan moet je echt niet met een bladblazer beginnen. Want dat is onbegonnen werk. Dan krijg je het bijna niet van zijn plaats. Maar nu is het natuurlijk ideaal weer. En het zijn stevige blazers, hè? Het is niet zomaar een goedkoop dingetje van een of andere bouwmarkt. Nee, nee, dit is echt, zijn motorblowers. En daar kun je wat mee. De mannen zijn goed beschermd, ze hebben hun oren goed beschermd. Dat moet je wel doen als je zo'n hele dag bezig bent. En het materiaal dat ze hebben, dat ziet er goed uit. Als ik de kleur van de tractor bekijk, dan is dat volgens mij een Ford. New Holland bedoel ik. Want Ford, ja, dat was het ooit. Maar wel mooi. Ik ben benieuwd waar het blad heen gaat. Waarschijnlijk naar de gemeentelijke composthoop. Ja jongens, en kijk, dat wordt natuurlijk toch allemaal gedaan, hè? En dat gebeurt dan natuurlijk toch. Die mensen moeten betaald worden. En de gemeente Bergen op Zoom moet het geld hebben. En daarvoor betalen wij natuurlijk onze belastingen. Want anders zouden ze dit allemaal niet kunnen doen. Er is ook nog windstil. Er is geen rimpeling op het water te vinden. En dan kan het natuurlijk, heeft het geen volume meer bijna. Inderdaad, je ziet hier een leuke New Holland. Hij blinkt nog, maar we konden op deze tractoren natuurlijk nauwelijks in de modder komen. Ja, ik was juist aan het filmen terwijl de mannen bezig waren hier om het blad aan de boulevard op te ruimen. En ja, prachtig materiaal, mooi weer om het te doen. En de man in het midden, de naam is Johan van der Weer. Jullie alle drie zijn trouwens werkzaam bij de gemeente Bergen op Zoom, neem ik aan. Hè? Ja, klopt, ja, klopt. En jullie hebben het nu op dit moment heel druk, denk ik, met bladruimen overal hier en daar. Ja, we doen, eerst doen we de knelpunten, mm-hmm. De fietspaaien en de voetpaaien. En daarna gaan we de grasvelden op. En zo proberen we al het blad weg te krijgen. Ja, ja en ik heb zelf ook een tuin, dus ik weet er een klein beetje van. Omdat het zo lekker droog is, zijn die blaren wel gemakkelijk te verplaatsen, zag ik, hè? Ja, dat klopt. Met de droogte gaat het blad makkelijker weg. Ja. Maar als het wat vochtiger is, hebben we minder stof. Ja, dan heb je minder stof. Ja. Jullie zelf ook? Ja. Ja, natuurlijk. En de omgeving natuurlijk ook, hè? Ja. Want die machine, de tractor die ervoor staat en wat erachter staat, hoe noem je zo'n apparaat? Dat is een trilo. Een trilo. En die zuigt, veegt. Die zuigt en veegt. Ja. En jullie zorgen dat het dicht in de buurt komt. Op een baantje komt en erin gaat, zeg maar. Proberen zoveel mogelijk mee te nemen. En als de wind stil is, gaat dat het best. Ja, want nu, jullie hebben nu even rust omdat de bak is vol. Klopt. De trilo, ja. Zei ik toch? Trilo, ja. Hè? En die is nu weg om het blad naar een bepaald depot te brengen? Ja, en vandaan wordt het weer opgehaald met de vrachtwagen en dan gaat het naar de Komsteder. Ja. Want ja, Bergen op Zoom is uitgebreid, er is nogal wat, er staan nogal wat bomen, we zijn er allemaal blij mee, maar als het blad valt, dan is er werk aan de winkel. Dat klopt. Ja? Dat klopt. We hebben de lusten en de lasten. Ja,
Maar jullie vinden het wel leuk. Jawel. Ja. Jawel, zo heeft ieder seizoen heeft zijn charmes. Ja, zo is het. Want nou staan jullie hier en het is wel eens meer pauze. Komt er nou wel eens een mevrouw of meneer naar buiten die zegt: mannen, willen jullie een kopje koffie? Nou, dat gebeurt niet zo vaak. Nee. Dan moesten ze toch eens even opdenken, vinden jullie niet? Ja, ja. Zou fijn zijn. Ja, want ja. Kijk, nou staan jullie hier even noodgedwongen te wachten. Ja. En het zou wel leuk zijn dat mensen blij waren dat het blad weg is. Ja. Het is te hopen als ze dit filmpje zien dat ze eraan denken in de volgende straten die jullie nog moeten doen. Ja, dus altijd welkom. Ja. Even voor alle duidelijk, ik ga nog even langs jullie naam. Wat is jouw naam? Simon Breuer. Simon? Breuer. Breuer, Simon Breuer. Johan van der Veer. Johan van der Veer en? Patrick Vaders. Patrick Vaders. Mannen, hartelijk dank voor de uitleg. En ik ben onder de indruk van het mooie werk dat jullie doen. Oké. Dankjewel.
van de Antwerpse straat, hè. Antwerpse straat moeten we zeggen, de Berg van Koop. En ook hier valt land. Maar hier doen ze het weer op een andere manier. Hier werkt zeven. Maar dat is niks met de gemeente Berg van Koop te maken. Thank you.